Welkom aan Spellenzolder en dit keer het spel Archipelago, uitgegeven door Ludicali. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer 2 uurtjes mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van een grote Europese ontdekkingsreiziger. Het spel speelt zich af in de periode dat de wereld ontdekt werd en wij proberen met ons team zoveel mogelijk te ontdekken en daar ook zo lucratief mogelijk mee te handelen, terwijl we tegelijkertijd ook voorkomen dat de bewoners, de inheemse bevolking, gaat rebelleren omdat we ze uitbuiten. Die balans die zoeken we en degene die dat het beste voor elkaar weet te krijgen, die wordt uiteindelijk de winnaar van Archipelago. Laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Christophe Bollinger en wij krijgen de spelregels in het Engels. Die zijn wel leuk in de sfeer van het ontdekkingsreiziger opgeschreven, maar soms maakt dat ze wat onoverzichtelijk. Maar al met al staat alles er toch gewoon keurig in, met nog een uitleg van de verschillende kaarten en de missies. Dit is als het ware het worker placement bord waarop we de verschillende acties gaan uitvoeren. Een beurtvolgorde spoor en de kaarten die we kunnen kopen. De viertal markten, daar gaan we natuurlijk straks ook naar kijken. Zichtschermpjes voor alle spelers. En bewonersbootjes en discs voor alle spelers in hun kleur. Dit zijn de verschillende tegels waarmee wij de archipelago's gaan opbouwen. Die zijn allemaal dubbelzijdig, dus je hebt nogal wat combinaties. De verschillende missiekaarten. Deze vierkante kaarten zijn de evolutiekaarten. De verschillende goederen die we kunnen ruilen. Dit zijn ontdekkingsfiches en tevens een soort van klok om het spel bij te houden. Geld, nog wat andere zakjes en verschillende markers. Dat is wat we allemaal krijgen. Een doos vol met mooie onderdelen. Laten we maar eens een spel gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers, waarbij ik maar 1 speler alle onderdelen heb gegeven. Elke speler krijgt in zijn of haar kleur een zichtscherm, 10 muntstukken, 2 workers, 3 actieschijfjes, 1 bootje op de begintegel, dat is deze tegel met alleen maar water, en een beurtvolgorde marker. Deze 2 kaarten kom ik zo meteen bij, evenals de eilandtegels. Hier hebben we dus de beurtvolgorde track, de evolutiekaarten, daar gaan we straks natuurlijk meer van zien. De 4 verschillende borden, dan hebben we de domestic market, de export market, het populatiebord en de surplus workers bord. Het actiebord waar we de verschillende acties op kunnen kiezen. De tegels waarmee we de wereld gaan opbouwen. En hier hebben we 3 stapels met 8 explorer fiches. Voordat de spelers deze kaarten krijgen, krijgen ze eerst allemaal 3 van deze tegels. En die zijn allemaal, zoals ik al zei, dubbelzijdig. Zij moeten ervoor kiezen om 1 tegel aan te leggen. En dat moeten ze natuurlijk doen op een manier die mag. Je zult zien dat een tegel 3 grove elementen bevat. Water, groen en bergen. En de enige manier dat je dus tegels aan kan leggen is als die lijnen met elkaar doorlopen. Je kiest dus 1 van deze 3 tegels en je mag zelf bepalen welke zijde je daarvoor wil. En die leg je aan. Op die tegel plaats jij 2 van jouw arbeiders op het land. En je neemt meteen 1 explorer tegel van de eerste stapel. Ze liggen op volgorde en we pakken er 1 van de eerste stapel. En tot slot beweeg je jouw boot ook naar de door jou geplaatste tegel. De andere spelers doen hetzelfde. Ook hun tegels worden allemaal aangelegd aan deze begintegel. En zo maken wij ons eerste stukje van de wereldkaart. Met dat jij een tegel plaatst, tel je op de tegel de hoeveelheid hutjes die je ziet. Je zult zien dat die hutjes altijd wat klein afgebeeld zijn en weggemoffeld zijn. Maar over het algemeen moet je het zo zien als op een tegel 3 symbolen staan, betekent dat er 2 hutjes zijn. Dat totaal is altijd 5. Hier zie je bijvoorbeeld 4 symbolen en dan zie je maar 1 hutje. Alle spelers tellen die totale hoeveelheid aan hutjes bij elkaar op. In mijn voorbeeld 3, 4, 5. En dat is waar de surplus worker, en dat is deze grijze marker, op het bord komt, dus op positie 5. Verder zien we dat er 2, 4, 6 popjes in het spel zijn, 3 spelerspel. Dus dat is de beginpopulatie.
En de beginpopulatie wordt weergegeven door de witte marker, dus ook die wordt geplaatst op 6. Daarnaast mag elke speler, als hij zo'n tegel opendraait, kiezen welk symbool hij naar de markt stuurt. In dit geval zie je dat je 3 verschillende kleuren symbolen hebt, blauw, groen en bruin. Eén van die symbolen moet je kiezen en dat wordt een goed die op de domestic market komt te liggen. Dus laten we zeggen dat je bijvoorbeeld kiest voor het exotische fruit, groen. Dan pak je een groen blokje uit de voorraad en die plaats je op de domestic market op het meest bovenste vakje en dan naar links. Oftewel, je gaat gewoon van links naar rechts, ga je ze vullen en je begint bovenaan. Dat betekent dat dit symbool is weg. Dan mag je nog een tweede symbool kiezen van de overgebleven symbolen, blauw of bruin. En dat is een blokje die je in je eigen voorraad mag stoppen en die mag je achter je scherm leggen. Ik kies bijvoorbeeld hout. Ook dat doen alle spelers, dus dat betekent dat er nog een keer 3 blokjes op de domestic market komen en alle spelers beginnen dus ook met 1 blokje. Daarna leg je de bovenste 5 kaarten, evolutiekaarten, open op de track. En op deze evolutiekaarten zie je globaal 2 soorten kaarten. Je ziet karakterkaarten met eigenschappen en je ziet progress kaarten, zoals ze die noemen. Dat zijn meestal gebouwen of locaties die bonussen geven. De bovenste 5 leggen wij open op het spoor. En dan gaan wij alle spelers 1 groene trendkaart geven. Op deze trendkaart staat eigenlijk al een manier om overwinningspunten te verzamelen aan het einde van het spel. Je zult zien dat op deze kaart staat de vis met het blauwe blokje. De speler die aan het einde van het spel de meeste vissenblokjes heeft, die krijgt 4 overwinningspunten. Elke medaille is een overwinningspunt. De nummer 2 krijgt 3 en de nummer 3 krijgt 2 van dit soort punten. Die leg je open en bloot zichtbaar voor alle spelers neer. Daarnaast krijgt iedere speler een objective kaart. Er zijn 3 type objective kaarten. Je ziet de klokken erop staan. Die bepalen gewoon hoe lang het spel ongeveer zal duren. Kort spel, gemiddeld spel, lang spel. Hoe meer de klok gevuld is, hoe langer het duurt. Bepaal van tevoren hoeveel tijd je aan het spel wil besteden. Maar ik adviseer eigenlijk om gewoon met een medium te beginnen. Want dan heb je genoeg tijd om lekker een beetje te bouwen en te knutselen. De korte spellen gaan eigenlijk net te snel om het spel op gang te krijgen. Maar fijn, keuze die je zelf maakt. Je kiest in ieder geval 1 kaart. En op deze kaarten staan 2 dingen. Een manier om overwinningspunten te scoren. In dit geval de meeste karakters verzamelen. En er staat een manier op waarop het spel afgelopen is. Dat staat hier bovenaan. En dat zijn dus in dit voorbeeld 3 spelers. Dus 3 mensen hebben zo'n objective kaart. Dus er zijn 3 verschillende manieren waarop het spel af kan lopen. En jij weet alleen maar jouw eigen manier. Je weet niet wanneer het spel afgelopen is volgens die kaarten van de andere spelers. Een grappig mechanisme. Wat staat er heel simpel vertaald? Hier staat hoeveel spelers. We zijn met 3 spelers. Dan komen we uit op een 3. Dus zodra er 3 kerken in het spel zijn, is het spel meteen afgelopen. En dan gaan we dus scoren. Dus die hou je geheim. Zo zetten we het spel op. Ga maar spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 6 fases. De eerste fase is de disengage fase. Eigenlijk is dat een hele simpele fase. Tijdens het spel gaan onze meeples gaan goederen verzamelen. En als meeples goederen verzamelen, dan doen ze dat door op zo'n symbool te gaan staan. In de eerste fase haal je alle meeples die op een symbool staan, haal je van een symbool af. Dus die zet je gewoon weer op de tegel zelf. Ze gaan niet naar een andere tegel toe. Kaarten die je gebruikt hebt, die zie je het pijltje op staan. Dat betekent dat ze een kwartslag draaien, want dan heb je ze geactiveerd. Die leg je dus ook weer recht. En als meeples aan het rebelleren zijn, en dan worden ze lui, dus dan gaan ze op hun rug liggen, dan gaan die ook in deze fase weer rechtop gezet worden. De tweede fase is, we gaan de beurtvolgorde bepalen. Alle spelers nemen in het geheim een hoeveelheid geld in hun handen, dat mag ook niks zijn. Ze houden allemaal hun vuist boven tafel en als alle spelers dat doen, laten ze zien hoeveel geld ze hebben geboden. Degene die het meeste geld heeft geboden, die mag de beurtvolgorde bepalen. Dus laten we zeggen dat blauw wint, dan mag die bepalen in welke volgorde die de spelers laat spelen. En andere spelers mogen hem daarvoor ook gaan overhalen om vooraan te komen. Dus zeggen, oh, hier heb je wat geld of ik
Laat dat symbool voor jou open. Er kunnen afspraken worden gemaakt. Dit spel heeft ook als doel dat je veel interactie zal hebben. Dat je dus ook met elkaar gaat handelen. Afspraken maakt. En dat begint al gelijk bij de beurtvolgorde. Mocht er een gelijk spel zijn bij deze fase. Alle spelers zijn overigens het geld wat ze inzetten sowieso kwijt. Ook al winnen ze niet de beurtvolgorde. Maar mocht er een gelijk spel zijn, dan gaan de spelers die dus dat gelijk spel hebben opnieuw geld pakken. Die gaan voor een tweede keer een bieding doen. Komt daar wederom een gelijk spel uit, dan blijft de beurtvolgorde zoals die is en is al het geld gewoon verloren gegaan. Dus dat is de tweede fase, het bepalen van de beurtvolgorde. In de derde fase gaan we naar de populatie-effecten kijken. Dat zijn effecten die staan vermeld op de vier borden die hier op tafel liggen. We gaan er eens even één bekijken, want het is eigenlijk heel simpel. Dit is de exportmarkt. Daar gaan wij goederen op exporteren en daar kunnen we dan uiteindelijk weer geld voor krijgen of die kunnen we ook weer kopen. Jullie zullen zien dat deze vakjes zich gaandeweg het spel gaan vullen met blokjes. Als een rij blokjes hier bijvoorbeeld bij de 4 is, dan zie je dat achter die rij het symbool staat van een, in dit geval een surplus worker. En hier heb je een heleboel surplus workers. Wat je in deze derde fase gaat doen, is je gaat alle borden af en je gaat kijken, zijn er rijen gevuld waarachter symbolen staan? Zo ja, dan voeg je die symbolen uit. Zo'n surplus worker wil gewoon zeggen dat je de surplus worker een stapje verzet voor elk hoofdje. Er zijn ook rijen waarbij je deze vrolijke kerels ziet staan, of zelfs meerdere. Dat zijn rebellen. Als jij rebellen moet bijzetten, dan ga je de zwarte marker stapjes vooruit zetten. En die beweegt zich ook over het populatiespoor. De zwarte rebellenmarker is vervelend op het moment dat er meer rebellen zijn dan dat er populatie is. Dus als die de witte pion inhaalt, dan is het spel ook meteen voorbij. En dan hebben alle spelers onmiddellijk verloren, want dan zijn alle koloniën in opstand gekomen en dan worden we gewoon weggevaagd. Dat ga je dus doen voor alle borden op tafel. Dan gaan we naar de vierde fase en dat is de balance of de archipelago. Wat we daarvoor nodig hebben is de bovenste kaart van het evolutiedek. Deze kaart. Het eerste wat we gaan doen is we gaan alle meeples die op de archipelago staan, die gaan we platleggen. Dus die leggen we op hun rug neer. Die gaan niet voor ons werken, die gaan lekker genieten van de zon. Maar ja, dat willen we natuurlijk niet. We willen dat ze aan de slag gaan en geld voor ons verdienen. Het eerste wat we moeten doen, is wij moeten kijken naar de bovenkant. Daar zie je de gewone markt staan, de domestic markt. Dat is het eerste bord, dit bord. Wij moeten hout betalen om de arbeiders weer rechtop te zetten. En je ziet dat één blokje hout zet 5 arbeiders weer rechtop. Beginnend bij degene die nummer 1 staat op het beurtvolgordespoor, mag die hout gaan betalen om arbeiders overeind te zetten. En dat hout mag hij betalen ofwel uit de markt als dat er nog ligt, en je ziet dat er nog één houtblokje ligt, of hij mag het betalen van achter zijn scherm of combinaties daarvan. Nou, in het begin zijn er nog niet zoveel meeples, maar ja, het is zonde om je eigen hout te gebruiken, dus we kiezen ervoor als startspeler om het hout van de domestic markt te gebruiken. Dat blokje gaat terug naar de voorraad. En jullie zagen op de kaart dat ik voor één blokje hout 5 arbeiders overeind mag zeggen. Nou, natuurlijk gaan mijn eigen arbeiders overeind. Maar ik moet wel alle 5 de arbeiders overeind zetten. Dus ik zal nog arbeiders van andere spelers overeind moeten zetten. Nou, ik ga er sowieso van beide spelers 1 overeind moeten zetten. En dan mogen die andere spelers aan mij weer dingen gaan aanbieden. Waardoor ik ervan overtuigd ben dat ik hun arbeider ook overeind zal moeten zetten. Dan gaat de volgende speler met de klok mee. Als dat geel is, dan mag hij dus ook een hout betalen. En dan mag hij weer 5 arbeiders overeind zetten. En ook daarbij heeft hij weer de keuze om hout te pakken van de domestic markt. Als die er nog ligt. En ligt dat er niet, zal hij het zelf moeten betalen. Nou ja, geel zegt, ja, ik heb alles al overeind staan, dus ik ga niks betalen. Prima. Dan komt hij uiteindelijk bij rood. Rood heeft nog wel 1 knakker op het vlak liggen. Dus bij rood ook weer de keuze, wil jij die overeind zetten, dan zul je dus hout moeten betalen. 1 blokje hout mag je er 5 overeind zetten. Ja, hij heeft er maar eentje, maar ja, hij zal toch dat blokje hout moeten gaan betalen. Heeft hij dat niet, heeft hij pech, blijft dat karakter liggen. En voor het voorbeeld laat ik hem ook even liggen, dan kunnen we zo zien wat dat effect daarvan is. Dus dat is het eerste wat we gaan doen.
Het tweede wat we gaan doen is we gaan kijken naar de markt, de exportmarkt. Daar zien we twee blauwe blokjes. Wat dat zegt is dat we met z'n allen de exportmarktcrisis moeten oplossen. En de crisis op de exportmarkt is in dit geval twee blauwe blokjes. We moeten dus twee blauwe blokjes inleveren. En dat mag dus, wederom beginnend met de startspeler, vanuit de exportmarkt als ze daar zouden liggen. Maar die is nog helemaal leeg. En anders moeten ze van achter het scherm komen. De startspeler heeft geen blauwe blokjes. Er ligt niks op de exportmarkt, dus hij kan het niet, dus hij past. En de andere spelers die zouden dan eventueel blauwe blokjes in kunnen leveren. En voor elk blokje wat je niet inlevert, dus wat je tekort komt, gaat de Rebel track 1 omhoog. Jullie zullen zien dat er een aantal kaarten zijn met zowel een rood vak als een wit vak. Zodra er op een gegeven moment door het trekken van kaarten een rode zone zichtbaar wordt, dan is dat een crisis die onmiddellijk opgelost moet worden. Nou, dit is weer zo'n crisis zoals net. Alle mannetjes gaan plat. En voor één groen leg je de 6 overeind. De bruine vlakken die worden gewoon genegeerd, want die komen in fase 4. Dus waar we nu zijn, daar komen die daar terug. De witte vlakken die werken dus niet op de domestic of de export market. Maar die begonnen effect wat meteen gebeurt. In dit geval verliezen we 2 rebellen voor elke kerk die we hebben gebouwd in onze archipelago. Nou, dat is hoe de witte werken. Maar dat zijn dat is fase 4. Eigenlijk het afhandelen van de crisissen afgebeeld op de evolutiekaart. Dan gaan we naar de vijfde stap en dat zijn acties. De meeste acties op dit bord kunnen door iedereen onbeperkt gedaan worden. En daarmee moet je denken aan de verschillende goederen die wij kunnen gaan oogsten van het land. Het bouwen van verschillende gebouwen en schepen. De transacties op de markt. En uiteindelijk het migreren van onze meeples. Een paar acties zijn gelimiteerd. Het exploreren. Je ziet dat elke speler in zijn of haar kleur. Je hebt een 2 tot 4 speler kant en een 5 speler kant. En dan zie je dat er inderdaad 5 vakjes zijn en ook wat meer multicolored. Maar wij zijn met z'n drieën, dus we pakken deze kant. Elke speler heeft een vakje in zijn of haar kleur. Dus daar kun je alleen met jouw eigen muntje op leggen. En je ziet 2 schijfjes die meerdere kleuren hebben. Dus daar kunnen dus ook daar kan iedereen hem op plaatsen. Het voortplanten, oftewel het maken van baby's. Elke speler kan dat 1 keer doen en dan is dat klaar. En tot slot hebben we hier belastingen. En je ziet dat daar 3 vakjes staan. En je ziet ook dat de mensen daar niet heel gelukkig worden van dat vakje. Maar daar gaan we natuurlijk zo naar kijken. De acties in vogelvlucht. De goederen. Als jij ervoor kiest om goederen te oogsten, bijvoorbeeld ik kies voor hout, dan mag ik de hele archipelago bekijken. En overal waar ik meeples heb die op een tegel staan waar ook hout staat, mag ik zo'n meeple verplaatsen naar het vakje met het hout. En voor elke meeple die dat doet, krijg ik de desbetreffende grondstof. In dit geval 2 hout. Uiteraard logisch, maar ik zeg het vast, het vangen van vis kan niet met meeples, maar visjes vang je dus met de bootjes. En dan zet je het bootje dus op zo'n vissymbool. En als een symbool eenmaal bedekt is, kan er geen tweede meeple of boot bij staan. Zo krijgen wij goederen. Het bouwen van gebouwen en schepen. Je hebt een klein overzichtje aan de binnenkant van jouw schermpje. Daarbij zie je de kosten van een schip. En dan hebben we hier een dorp, een markt, een haven en een kerk. Nou, daar staat gewoon achter welke blokjes en eventueel florijnen je moet inleveren. Als je iets wil bouwen, moet je wel zorgen dat je op de tegel waar je het wil bouwen een beschikbare meeple hebt of een schip voor een haven. Dus een beschikbaar betekent dus dat hij niet op een symbool staat, want dan is hij engaged, zoals het spel dat noemt. En als een meeple op zijn rug ligt, dan doet hij sowieso helemaal niks voor je, dus dan kun je ook niet bouwen. Maar dan kun je dus iets gaan bouwen. Op elke tegel mag elk fiche maar 1 keer liggen, dus er mag maar 1 markt, 1 haven, 1 kerk en 1 dorpskern liggen. En de vrije meeple of het vrije schip wat je ervoor gebruikt, dat zet je vervolgens op die tegel. En die is dan ook gelijk bezet. Dat is het bouwen. Dan gaan we naar het migreren. En eigenlijk is migreren gewoon het verplaatsen van jouw units. Alle units die je hebt mogen 1 stapje verplaatsen als je deze actie kiest. Bootjes verplaatsen uiteraard alleen maar over water en meeples alleen maar over land. Ze mogen dus, in dit geval kunnen ze nergens naartoe, want er is nergens anders land. Dus de meeples kunnen niet weg, nog afgezien van het feit dat ze
vaststaan op een actie. Daarnaast is dit ook het moment waarop je meeples vanuit een gebouw naar het eiland kan verplaatsen of vanuit het eiland op een leeg gebouw kan zetten. Een boot kun je gebruiken als brug. Je hoeft daarvoor maar één boot te hebben op de grens van twee tegels. Dan kun je hem als het ware, en je moet wel opletten dat je hem aan de juiste kant houdt, maar je zet hem tegen die grens aan. En dan kan een meeple één stapje doen via die boot. En dan kan hij dus naar een ander eiland lopen. Zou deze meeple bijvoorbeeld naar dat eiland willen, dan zal ik nog een tweede boot moeten gaan bouwen. Want ik kan wel met deze meeple over deze grens gaan. Maar deze twee tegels, daar heb ik geen boot staan. Dus dan zou ik of hier nog een tweede boot moeten hebben. Maar dan kan een meeple dus in één keer plop naar dat eiland toe lopen. Je mag zelf bepalen in welke volgorde je ze gaat verplaatsen. Dus je kunt ook zeggen, mijn boot staat al hier. Ik verplaats eerst mijn meeple naar dit eiland. Daarna verplaats ik mijn boot hier naartoe en dan kan die volgende keer hier gaan oogsten ofzo. Dan hebben we nog het maken van baby's. Eigenlijk heel simpel. Heb je op een eiland twee meeples staan in jouw kleur, die beide niks aan het doen zijn. En daarmee bedoel ik niet dat ze op hun rug liggen, maar dat ze gewoon vrij op het eiland staan. Dan kun je die actie kiezen en dan plaats je er een derde meeple bij. Dat mag ook alleen maar als je dus twee meeples hebt. Als je één meeple hebt, ja, in je eentje kun je geen kinderen maken. En met z'n drieën heb je het probleem dat je aan je limiet zit. Want je mag maximaal drie meeples hebben op één tegeltje. Dan hebben we de actie belasting. Staat hier ook op je kaartje. Het eerste wat er gebeurt is de rebel marker gaat één omhoog. Want mensen vinden het niet leuk om belasting te betalen. Vervolgens krijg je een aantal florijnen afhankelijk van wat je bezit. Voor elk mannetje wat je op het bord hebt, wat actief is, dus wederom platgelegde mannetjes zijn aan het niks doen, dus daar krijg je ook geen belasting van. Daar krijg je een munt voor elke schip een munt, voor elk dorp twee munten en voor elke kerk, tempel, zoals ze het in het spel noemen, krijg je ook twee munten. En dat pak je naar binnen en dat leg je neer. Dan hebben we de transactie, dat is deze actie. Daar mag je dus ook onbeperkt op stapelen. Dan ga je dus handelen met de markten, ofwel domestic markt, ofwel met de exportmarkt. Wat je mag doen is, je mag een blokje kopen. Je betaalt gewoon de prijs die aangegeven staat op het vakje. Dus als je hier zo bijvoorbeeld een zwart fiche wil kopen, die ligt in de bovenste rij, dan kost die 6 florijnen. En hoe meer er liggen, hoe goedkoper ze worden. En aan de andere kant zou je ook weer één blokje mogen verkopen. Als ik een zwart blokje heb achter mijn scherm, dan kan ik zeggen, ik verkoop het aan de exportmarkt. Ik leg hem op het eerst beschikbare veld. Dat is 6 en dan krijg ik 6 florijnen. Hou er rekening mee, als je deze actie doet, mag je maar één blokje verkopen aan één van de markten. Of je mag één blokje kopen van één van de markten. Dus je kunt niet zeggen, ik heb hier drie hout liggen. Dan kies ik die actie en dan verkoop ik in één keer alle drie mijn hout. Onmogelijk, één blokje per keer. Dan hebben we nog twee acties over. Dan hebben we het recruteren van workers. Dat is deze actie. Ook daar zie je dat er weer geen limiet is aan hoe vaak dat gedaan wordt, of mag worden. Voor het recruteren ga je naar de de surplus worker board, die staat op 5. Dan kun je dus gewoon workers kopen, zoveel je wilt. In dit geval zijn er 5 beschikbaar. Nummer 5 kost 3, nummer 4 kost 3 en nummer 3 kost nog een keer, die kost 4 munten. Dus voor 10 munten zou ik 1, 2, 3 workers kunnen kopen. En dan zijn er nog 2 over voor de overige spelers. En workers die je koopt worden in regionen geplaatst. Waar jij je al bevindt, ofwel met een schip, ofwel met workers. En ook hierbij moet je weer rekening houden met het feit dat er maar 3 meeples op een hexagontegel mogen staan. Dus in dit geval, als ik er 3 zou kopen, zou dat dom zijn, want ik kan er maar 1 plaatsen. De laatste actie die we hebben, dat is met het schip, is het verkennen, het exploren. Als je exploreert, dan heb je keuze uit de bovenste tegel. En die is dubbelzijdig, alleen die mag je niet bekijken. Dus je krijgt dit te zien. En dan moet je kiezen, wil ik deze tegel? Of zeg ik, die tegel wil ik niet. Dan wordt die afgelegd en dan krijg je automatisch de tweede tegel. En als je de tegel neemt, heb je sowieso altijd keuze uit beide zijdes. Alleen ja, je weet van de bovenste tegel 100% wat erop staat. En de tweede tegel is letterlijk een gok wat je dan gaat krijgen. Het plaatsen van tegels is natuurlijk gebonden aan regels. Allereerst moet die grenzen aan minstens 2 tegels. Dus dit zou kunnen. Dit mag niet. Het tweede is, de tegel moet geplaatst worden aangrenzend aan een regio waar ik ofwel een schip heb staan, ofwel meeples heb staan. Dus in mijn voorbeeld zou ik hem hier kunnen plaatsen, want dat grenst aan mijn regio.
Ik moet die vrije unit, die moet ik gelijk naar die nieuwe regio toe verplaatsen. En ook hierbij, als ik dus deze tegel plaats en ik heb alleen een vrije meeple, die vrije meeple kan hier niet komen. Dat is niet helemaal waar, want ik heb toevallig ook nog een schip, dus dan zou die kunnen jumpen. Maar als ik dat schip hier niet zou hebben, dan kan ik die meeple daar niet naartoe verbewegen. Dus ja, dan heb ik weer een probleem. Zou ik hem dus niet mogen plaatsen. Maar ik heb hier een schip, dat schip beweegt over water, dus die kan ik hier naartoe verplaatsen. Vervolgens ga ik weer kijken naar de symbolen die erop staan en de hutjes. Ik zie twee hutjes, dus dat betekent dat de surplus worker gaat weer twee stapjes naar voren. Ik zie een aantal symbolen erop staan, daar kies ik er weer eentje van. Die voeg ik toe aan de domestic market. En van de overgebleven symbolen mag ik er zelf weer eentje kiezen. En die leg ik achter mijn scherm. Daarnaast krijg ik weer een explorer fiche. En even voor je beeldvorming, een explorer fiche doet in principe niks. Maar als je moet betalen, kun je het inzetten om er een blokje, om als een blokje te laten tellen. Dus een willekeurig blokje. Je kunt ze niet omruilen voor blokjes en die vervolgens op de markt leggen. Dat kan niet, maar als jij moet betalen voor bijvoorbeeld de crisis of iets anders, dan kun je dus gebruik maken van deze jokerblokjes. En dat is de exploration. Heb je dus een tegel die je niet aan zou kunnen leggen, dan heb je pech en dan heb je gewoon actie verpest. Dat zijn de verschillende acties waar we uit kunnen kiezen. De startspeler heeft 3 van deze actiedisks. Hij begint dus, hij plaatst als eerste een actiedisk op een van de beschikbare acties. Dan met de beurtvolgorde mee gaan de andere spelers dat ook doen tot iedereen alle actiedisks heeft gespeeld of gewoon past. Overigens, als je dus een markt of een haven hebt, kun je dus kiezen voor die markt of haven actie hierbovenop. Per markt die je bezit kun je 1 keer zo'n munt betalen om die marktactie te doen. En hetzelfde geldt voor havens. Dus heb jij 3 havens, dan kun je die havenactie ook 3 keer doen. Waar hou je rekening mee terwijl je dit aan het doen bent? Uiteraard als er nieuwe poppetjes in het spel gebracht worden. Door de voortplanting komt hier bijvoorbeeld een extra mannetje bij. Betekent ook dat de populatie meteen 1 omhoog gaat. Worden er extra arbeiders gekocht middels het surplus worker board. En wordt die in het spel gebracht, wordt dat ook gelijk meegeteld met de witte meeple. Want dat betekent dat de bevolking in aantal stijgt. We hebben 3 actiestenen. Zodra de eerste stapel exploration fiches op is, krijgt iedereen een 4e fiche erbij. En als de 2e stapel op is, krijgt iedereen een 5e actiefiche erbij. En als de 3e stapel op is, dan is de kans heel groot dat iemand zegt, dit is dan de laatste ronde, want dat is mijn einde van het spel, conditie. Dan hebben we nog een laatste fase. En dat is het kopen van evolutiekaarten. Beginnend weer met de nummer 1 op het beurtvolgorde spoor. Mag die kiezen of 1 kaart kopen en 1 kaart draaien, of 2 kaarten draaien. Hoe werkt dat? Jullie zullen zien dat de kaarten allemaal 4 hoeken hebben. En op die hoeken staan prijzen. Als een kaart op deze wijze ligt, moet je 15 florijnen betalen om te krijgen. Ik ga de effecten niet allemaal uitleggen, die staan in het spelregelboek. Als een speler ervoor gekozen heeft om de kaart te draaien, dan ligt hij op deze wijze. En dan zie je dat het getal 10 zichtbaar is. Dus dan kun je deze kaart kopen voor 10. En deze wordt steeds goedkoper, 5. En zodra die op een schedel komt, dan betekent dat dat de kaart weggaat en uit het spel verdwijnt. Als je aan de beurt bent, mag je dus 1 kaart kopen en moet je een 2e kaart draaien. Of je kiest ervoor om 2 kaarten te draaien. En dat moeten 2 verschillende kaarten zijn. Je mag oneindig kaarten voor je hebben liggen, maar elke ronde, let op de term ronde, mag je maar 1 kaart inzetten. Dus dat is over die kaarten. Als je dus een kaart, als de kaarten verkocht zijn of kaarten weggedraaid zijn zodat ze doodgaan, dan worden die nu vervolgens weer aangevuld. En als er dan dus hierbovenaan een kaart zichtbaar is na het aanvullen met een rood vlak, dan hebben we meteen een crisis die we moeten bestrijden, net zoals in fase 4. En zo gaan we door tot een speler op een gegeven moment zegt, dit was de laatste ronde. De conditie op mijn kaart is nu, daar is aan voldaan. Dus we gaan deze ronde afmaken en dan wordt er gescoord. Alle spelers gaan natuurlijk scoren aan de hand van de groene trendkaarten. Alle spelers laten zien wat hun objective kaarten zijn. En die gaan ook daar op de victory secties gaan zij
scoren. Mocht er een gelijk spel zijn, dus we hebben bijvoorbeeld twee spelers die evenveel vis hebben, dan staan beide spelers op de nummer 1 positie. Dus dan krijgen ze allebei 4 overwinningspunten. En degene die dan bijvoorbeeld 1 visje heeft, die komt dan automatisch op de nummer 2 positie. Dat wordt niet een gat omdat er 3 blokjes zijn. Dus als je dezelfde score hebt, kom je op dezelfde positie op de verschillende kaarten. Die punten tellen alle spelers bij elkaar op. En de speler met de meeste punten wordt de grote winnaar van Archipelago. En zo wordt het spel gespeeld. Het valt meteen op dat de vormgeving van Archipelago met heel veel zorg en liefde gedaan is. Dat ziet er allemaal heel mooi uit, maar het is ook nog eens een keer heel duidelijk. De kleurstellingen zijn goed, de symbolen zijn helder en er zitten lekkere dikke randen op. Bijvoorbeeld de velden waar je grondstoffen van afhaalt, zodat je ze er ook makkelijk uithaalt. Het spel zelf geeft de spelers heel veel mogelijkheden. En je moet natuurlijk ook vooral goed kijken naar wat zijn de verschillende trendkaarten die er liggen. Dus waar kan ik overwinningspunten mee scoren? En combineer dat dan ook met jouw eigen objective kaart. Want daar staat natuurlijk nog een extra manier op om punten te scoren. Dus dat is iets waar je, wat je in de gaten moet houden en daar zul je al wat pijlen op moeten gaan richten. Dan heb je natuurlijk de verschillende duur van de spellen. Dus je kunt hem kort, middel en lang spelen. Zoals ik in het begin al zei, adviseer ik jullie om eigenlijk het korte spel niet te spelen, want dan komt het niet zo goed uit de verf. De kans is dan vrij groot dat het spel, net als je een beetje op gang bent, net een beetje warm aan het draaien bent, dat het spel dan opeens afgelopen is en dan gaan we scoren. Ja, dat is zonde. Het kost al aardig wat tijd om het op te zetten en uit te leggen. En dan moet je er ook gewoon even lekker de tijd voor nemen om eens flink dat spel te gaan spelen. Dus een middel, lang of gewoon een lang spel, dat zijn de beste opties om dit spel een kans te geven. En dan kun je ook dus echt meer gaan bouwen en dan zul je ook meer zien hoe de verschillende mechanismes van het spel in elkaar grijpen. Die verschillende mechanismes zijn tegelijkertijd ook een valkuil. Het is heel makkelijk om iets te vergeten of iets niet te doen. En nogmaals, wat ik zei, de regels zijn mooi vormgegeven, maar soms wat rommelig doordat ze een bepaalde stijl hebben gekozen. Dus je moet echt goed lezen en goed kijken naar wat er precies staat en wat je zelf allemaal aan mogelijkheden hebt. Je vergeet gemakkelijk iets, dus doe die fases rustig en stapsgewijs en dan langzaam gaat dat er dan inslijten. De acties op zich, die zijn lekker simpel. Je kunt grondstoffen harken, extra mannetjes naar binnen trekken, de wereld verkennen, je mannetjes verplaatsen of het een en ander gaan bouwen of belastinginkomsten naar binnen trekken. Dus dat stelt niet zoveel voor. Daarnaast, je hebt maar 3 markers, dus je wordt beperkt in de hoeveelheid acties die je kunt doen. Dus je zult daar slim mee om moeten gaan. Dus dat zorgt er op zich wel weer voor dat een spel met zoveel mogelijkheden redelijk door blijft rollen. En het element wat ik ook heel erg leuk vind is het onderhandelen met elkaar. Zeker als je met 4 of 5 spelers gaat spelen, dan is het heel leuk om te zien dat degene die de beurt volgorde mag bepalen steekpenningen krijgt om andere spelers nummer 2 of wel nummer 3 te maken. En hetzelfde geldt bij vervolgens het aanvallen van de crisis, dat characters meeples weer overeind zetten. En ook daarbij wordt dan weer gekeken van, nou ja, doe mij eventjes ook van die characters overeind zetten, krijg jij van mij huppeldepup. Nou ja, dat is een leuk element wat ook door dit spel gestimuleerd wordt. Handel met elkaar, onderhandel met elkaar en hou het lekker interactief. Al met al is Archipelago een leuk spel om te spelen. In basis is het natuurlijk gewoon een worker placement met een aantal extra mechanismes die daaromheen draaien. Die verschillende borden die we hebben, de actiekaarten en natuurlijk al die effecten die daarbij komen. Je zult samen moeten werken, je gaat onderhandelen met elkaar, maar ook moet je goed opletten van als er te veel rebellen komen, dan kunnen zij de bevolking voorbij steven en hebben we met z'n allen verloren. Dus ook daarbij zul je een beetje rekening moeten houden. Ja, en verder is het zorgen dat je zo goed mogelijk jouw posities kiest en je acties plaatst, zodat je uiteindelijk de meeste punten naar binnen weet te harken als het spel opeens voorbij is. En ook dat element vind ik heel leuk, dat er meerdere manieren zijn waarop het spel is afgelopen. Jij weet 1 manier en er zijn nog 3 andere spelers die ook een manier hebben waarop het spel plots afgelopen kan zijn. Dat is een grappig element. Het zijn wat veel regels, dat maakt het soms wat lastig of onoverzichtelijk. Maar desondanks, als je eenmaal de flow krijgt, gaat het relatief soepel en speelt het eigenlijk niet heel erg lastig. Dus dat is dan wel weer prettig. En het is om die redenen bij elkaar dat ik het spel Archipelago een 7 heb gegeven.
en zolder.